maandagavond prijs in ontvangst genomen, Johan Cruijff Award. Speciale avond voor je? Ja, het was een leuke avond. Een hoop mooie shows ook en een mooie prijs in ontvangst genomen, dus daar was ik wel blij mee. Jouw overgang van Vitesse naar Chelsea, hoe zijn de eerste weken bevallen? Ja, goed. Een hoop lopen reizen. Ik ben naar Azië geweest, naar Amerika geweest. Dus nu een paar weken in Londen. Bevalt goed. Ik heb net een appartement gevonden. Dus zo snel mogelijk settelen. En dan kun je lekker aan je eigen huisje. En dan gaat het wel goed komen. Kun je eens uitleggen hoe dat gaat, die eerste paar weken in Londen? Andere club, grote club, grote spelers. Hoe gaat zoiets voor zo'n jongen van 20? Ja, eigenlijk heel goed. Vanaf het eerste moment goed opgevangen. En, dan kom je natuurlijk gelijk beter in de groep. En nu voel ik me ook goed daar. Nu weer bij Jong Oranje. Als een van de meer ervaren spelers. Ik kom natuurlijk van deel zelf al. Nieuwe groep. Is jouw rol in de groep dan ook anders? Zoals je zegt. Meer ervaren. Dus ook meer wedstrijden gespeeld. Dus misschien kan ik die jonge jongens toch nog wat leren. En, dat zou mooi zijn.